Nou, we kregen een brief ergens vorig jaar. Dat het de bedoeling is dat we zo snel mogelijk opkrassen. En veel succes ermee. Ondernemers aan de Vuurwerkenweg in Amsterdam-Noord moeten vertrekken van de plek waar ze al jaren zitten. De gemeente wil er een nieuwe woonwijk bouwen die de Klaprozenbuurt gaat heten. Maar wanneer ze moeten vertrekken of waar ze naartoe moeten, dat weet niemand. Ik ben sinds een paar dagen, wordt continu gebeld. Zijn, hoe zit dat? Ga je binnenkort weg? Waar ga je daarheen? De gemeente zegt dat de ondernemers zelf een andere plek moeten zoeken. Bijvoorbeeld in Amsterdam-West of Oostzaan. Dan mis ik zeker 60%, 70% van mijn klanten. Dus met andere woorden, mijn bedrijf die gaat gewoon kapot. Ook Danny Verheijen van Driehoekmeubelen zit met zijn hand in het haar nu hij weg moet. En dat terwijl hij zo trots is op zijn zaak. We hebben een heerlijke zaak opgebouwd, een familiebedrijf wat volgend jaar 75 jaar bestaat. We hebben een beetje klemmermeubelen natuurlijk, hè. Daar zijn we van. Dat vinden wij ook mooi, dat vinden we zelf mooi. Ik bedoel, heel veel bekende mensen doen wij ook, met name dus de voetballers. Wij hebben het altijd heel druk in de zomer en met de kerst, want dan is die transferperiode. En dan worden er veel beroepen op onze winkel gedaan en dan gaan we die mensen netjes helpen. Maar kan hij dan niet gewoon een pand gaan huren aan de overkant van de straat, straks, in de nieuwe Klaprozenbuurt? Nou, omdat de prijzen dan dusdanig groot worden, ze hebben enorme plannen hier in dit gebied. Dus het worden dan allemaal stadstraten, zoals dat genoemd wordt. En dat betekent dat die prijzen van die vierkante meters, die gaan 2-3 keer de lucht in. Ja, dan kan ik geen bankstel meer, denk ik, voor een normale prijs aanbieden. Dus dat wordt dan heel moeilijk. De gemeente beloofde de ondernemers eerst een nieuwe plek op de NSM-werf. Ze hebben net gehoord dat ook dat niet doorgaat. De NDSM-werf zit vol. Dat er mooie woningen komen, prima, mooi, dat gun ik ze wel. Ik wil ook best meewerken. Maar niet dat we zo even aan de kant gezet worden. Joh. Wij willen graag bouwen hier en je zoekt het lekker even uit. Hier heb je geld en bekijk het maar eens. Ja, dan heb ik mijn geld, maar geen bedrijf meer klaar. Ja. De ondernemers willen nu vooral duidelijkheid. De gemeenteraad buigt zich er nog over. We hebben heel veel gedaan voor Amsterdam en met name voor Amsterdam-Noord. En dan had je toch wel verwacht dat ze zeggen, zo'n zaak als die de familie Verheijen altijd gehad heeft, laten we kijken wat er voor ze kunnen betekenen. Maar dat merk je gewoon niet. Er is geen warmte vanuit de gemeente om ons gewoon netjes even te helpen. Vandaag had de zoon van Danny zijn eerste werkdag. Maar de toekomst is nu onzeker. De intentie is om de 100 jaar te halen met de firma Driehoek. Dat is mijn belofte geweest aan opa eigenlijk. En die wil ik heel graag nakomen, maar het wordt heel erg lastig.